In Assen is een plakoorlog uitgebroken tussen partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingsborden zijn bedekt met een dikke laag affiches. De ongeschreven regel dat er niet over elkaar wordt geplakt, bestaat niet meer. Dit moet je gewoon niet willen. Het leuke is er echt af. En wij vonden het wel humoristisch. Verkiezingsborden in Assen worden bedolven onder de verkiezingsposters. Met name de partijen Pro-Assen en Assen 2010 plakken hun eigen adviesjes over die van andere partijen. Er is een ongeschreven regel dat je niet over elkaar heen plakt. Maar die fatsoensnormen lijken te verdwijnen in de strijd om de kiezer. De VVD heeft zelfs een poster waarop ik het merk van het horloge kan zien. Ik vind het betreurenswaardig. Sommige borden zijn totaal bedekt met Pro-Assen pamfletten. Meedoen. Door de wildplakkerij zijn de campagnetroepen van alle partijen gedwongen om een paar keer per week een ronde langs de borden te maken. Dit lijkt toch gewoon maar nergens op zo. Nee. Dat is de mooiste, jongens. Dat dacht ik, hè? Piet, kan ik dat wel aan je toevertrouwen, dit ding? Ja? Als je maar goed naar het maakt, joh. Want ik hou van natte spullen. Wat vindt u ervan dat die andere partijen zomaar overal overheen plakken? Nou, dat vind ik op z'n licht gezegd asociaal. Er zijn goede afspraken gemaakt, een week of 5 geleden. Dat we niet over elkaar in zouden plakken, maar dat gebeurt toch weer. We blijven netjes, hè? Ja, altijd. Ja, maar één, we doen één. Ja. Geef mij die vegen maar eens even. Nou, ik vind het niet leuk. Als ik zoals gistermiddag even door Assen rijden en ga die affiches allemaal bekijken, dan denk ik, er is niks leesbaar, dus waar doe je het nou voor? Nou Jaap, daar ga je, Jaap, jongen, je staat tussen de koeien. De PvdA Plakbrigade gaat vandaag weer langs alle borden in Assen om de partij te promoten. Eerder deze week zijn plakkers van Pro Assen nogal tekeer gegaan op de plakborden. Een reconstructie moet duidelijkheid scheppen over een ongeluk met een schoolbusje bij Erika. Dat ongeluk gebeurde op 5 februari. Het busje met daarin 8 schoolkinderen slipte door gladheid op de Erikaanse weg, schoot door een hek en kwam 7 meter lager op de A37 terecht. De chauffeur en 4 inzittende kinderen raakten gewond. Er was niet gestrooid op de Erikaanse weg en het busje had geen winterbanden. Gisterochtend maakte de politie een reconstructie van het ongeluk. De A37 werd er gedeeltelijk voor afgesloten. De reconstructie werd met speciale meetapparatuur vastgelegd. Zodra er een bepaald type verbaal geproduceerd moet worden, dan wordt er een tekening op schaal erbij verwacht. En dit is gewoon de mogelijkheid om een tekening op schaal te produceren. We hebben dit meetapparaat sinds vorig jaar in het Corps Drenthe in bezit. En ja, het is het ultieme middel daarvoor. Inmiddels is op de plaats waar het taxibusje door het hek reed een vangrail geplaatst.